Goedendag, wie gisteravond richting het zuiden keek om mooie weerlicht te zien. Een aantal stevige regen en onweersbuien trokken over België en dat weerlicht was tot ver in Nederland, zichtbaar, zelfs tot in Friesland. Kon je het weerlicht zien? Het leverde mooie beelden op. Maar vanmorgen was het eigenlijk overal weer rustig. De rust was weer even teruggekeerd in de atmosfeer. Maar we zagen ook Alto-Cumulus Castellanus-bewolking. Ook al kantelen of onweersverklikkers genoemd. En wie je deze wolken ochtends vroeg ziet, Ja, die weet dat de opbouw van de atmosfeer wat onstabiel is. En dat onweersbuien toch wel waarschijnlijk zijn. En dat gaat ook gebeuren. Maar voor zover het is, gaan we eerst nog kijken naar die onweersbuien van gisteravond. Hier op de radaranimatie zien we die buien boven België hangen. Ze trokken ook over Zeeuws-Vlaanderen, maar eigenlijk had heel Nederland er niet mee te maken. En vanmorgen vroeg ontstonden weer nieuwe buien boven Duitsland. En die eerste regen- en onweersbuien die ontstonden, die trekken nu al over Rijssel binnen. En we zien ook nog meer nieuwe buien klaar liggen. Boven Duitsland en België. En daar krijgen we later vandaag ook mee te maken. Dat kunnen we ook allemaal heel goed zien in het harmoniemodel. Heb ik het beeld voor 11 uur vanmiddag of vanmorgen nog meegenomen. Zien we al een paar eerste dotjes klaar liggen met buien. We zien ook de temperatuur de eerste uren snel oplopen. We verwachten toch weer waarden van 25 tot 27 graden in het midden en noorden van het land. Het zuiden blijft wat meer achter. En dan zien we die buien opnieuw opleven... Die buien trekken vooral over het midden en westen van het land, vooral vanavond over het westen. En dan verwacht ik toch wel weer dat we opnieuw wat met wat mooie weerlicht te maken gaan krijgen. De nacht verloopt rustig en ook morgen is er eigenlijk weinig aan de hand. Een hele mooie en warme dag. Opnieuw weer hoge waarden en dan zien we tegen de avond vanuit België een nieuw clustergebied met buien naderen. Daar zou het opnieuw weer tot wat regen en onweer kunnen komen. En ook zondagochtend is dat het geval. Als we kijken naar de bijbehorende weerpictogrammen... dan zien we vanavond dus vooral over het midden en westen van het land... een aantal regen- en onweersbuien. Waarschijnlijk blijft het noorden en het uiterste zuiden droog. En de temperatuur die daalt geluid naar waarden onder de 20 graden. En komende nacht zak het zelfs wat verder weg... naar 15 of 14 graden in het oosten. en Limburg zelfs 13 graden. Aan de kust blijft het wat warmer. En die buien die trekken geleidelijk aan weg. En er kan wat nevel of wat mist ontstaan. En morgenochtend duurt het heel even voordat die nevel en mist... Oplost of wegtrekt richting het westen. Er komt de zon erbij. En zeker in het zuiden en oosten van het land kan die zon flink schijnen. Daarbij is zomerse waarde van 24 graden aan de kust tot 26 of 28 graden in het binnenland. Echt wel weer hoge waarden voor september. De wind die is veelal matig tot zwak en komt uit oostelijke richtingen. Speelt eigenlijk amper een rol. En tegen de avond wordt de bewolking vanuit het zuiden dan dikker en dan volgen dus een aantal stevige regen en onweersbuien die. Waarschijnlijk over het zuiden trekken en tijdens de nachtperiode richting het midden van het land. En dan beginnen we zondagochtend nog met een paar buien die over het midden en noorden liggen. Kan wat onweer op zitten, maar die buien trekken wel vrij vlot door. De middag verloopt dan droog en dan is het alweer wat minder warm dan de voorgaande dagen: 21 tot 23 graden. Bij een wind die gedraaid is naar het zuidwesten. En die zuidwestenwind, ja, die betekent dan toch een afkoeling. Want vanaf maandag zien we al dat de temperatuur nog wat verder naar beneden gaat. Een graad of 20 gemiddeld genomen. Maar daarna volgt toch echt wel een hele frisse afkoeling. Woensdag en donderdag een graad of 15. En daarbij buien en een westenwind. Kortom, de herfst komt eraan. Ik wens u een fijn weekend.